Goedemiddag en welkom bij het wekelijkse gesprek met de minister van Financiën. Meneer De Jager, welkom. Nu hoorden we net de baas van het IMF, Christine Lagarde. We hebben George Soros al gehoord, banken, financieel specialisten. Iedereen tuimelt eigenlijk nu over elkaar heen om maar te benadrukken... de paniek over Griekenland, die is groot. Hoe groot is de paniek bij u? Nou, de eurozone is algemeenheid. We hebben dit weekend ook Spanje gezien natuurlijk. Is nog steeds verre van stabiel te noemen. Financiële investeerders hebben ook onvoldoende vertrouwen. Zeker niet in alle landen in de eurozone. In sommige landen hebben ze heel veel vertrouwen. Maar in een aantal landen hebben ze juist heel weinig vertrouwen. Waaronder Griekenland. En dat is een slechte zaak. Want als je met elkaar in één munt zit en je betaalt met hetzelfde geld... dan is het een heel groot probleem, echt een heel groot probleem... als dan in een land of meerdere landen waar ook met die munt wordt betaald... en grote wantrouwen is van de financiële markten. Maar nu zei Lagarde dus echt specifiek, en Soros heeft dat ook al gezegd... en nou, je hoort iedereen erover, de euro die is in gevaar. Lagarde die gebruikt zelfs een termijn. Binnen 3 maanden moet die euro gered zijn. Denkt u dat er, moet dat volgens u gebeuren? Moeten we binnen een paar maanden een reddingsplan hebben? Nou, laat ik even geen olie op het vuur gooien. Voor mij staat voorop dat de urgentie... inderdaad heel erg groot is. Dat heb ik al de afgelopen maanden keer op keer ook benadrukt. Dat is ook de reden waarom we dat permanente noodfonds hebben gekregen. Waarom we ook bovenop de begrotingsdiscipline en de hervormingen zitten. In al die landen waar dat zo hartstikke hard nodig is... dat ze harder ingrijpen dan de afgelopen 10 jaar is gebeurd. Dus ja, de urgentie is zeer hoog. We moeten met z'n allen de schouders onderzetten. Dat is in ons belang van ons allemaal, ook van Nederland... dat die eurozone weer stabiel wordt. En hoe krijgt u die zone weer stabiel? Is het niet tijd? U zegt de urgentie is hoog. Er worden termijnen genoemd van maanden dat de euro moet te redden zijn. Is het niet tijd voor onconventionele maatregelen? Moet die stap nu niet eens genomen worden? We hebben al heel erg veel op dat gebied gedaan. Blijkbaar niet genoeg. U ziet ook in Nederland bijvoorbeeld en ook in Duitsland... vaak ja, de negatieve reacties van veel mensen. Die zeggen, goh, is dat nou wel nodig? Is dat nou wel... Dus het zijn al hele onconventionele maatregelen wat we hebben gedaan. We hebben hele strenge voorwaarden gesteld voor het krijgen van noodsteun. En nog belangrijker, naast die hele strenge voorwaarden voor noodsteun... hebben we ook gezegd, we kunnen wel de brand strijden, maar tegelijkertijd willen we een nieuw verbeterd pact, een nieuwe afspraken om te voorkomen dat het ooit nog zo ver kan ontsporen. En dat zijn die veel strengere begrotingsregels. En we hebben daar een soort supercommissaris voor gekregen om dat te handhaven. En tot slot hebben we ook afspraken gemaakt van dat ook die landen die nog niet aan een noodfonds hoeven te komen, wel nu al fors beginnen met extra hervormingen en bezuinigingen om te voorkomen dat ze straks steun nodig zullen hebben uit de noodfonds. Maar dat is een prachtig rijtje. Dat heeft u voor elkaar. Maar blijkbaar is het niet genoeg. Want elke keer is het weer zo, dan is het even rustig en dan breekt weer die paniek los. Is het niet tijd dat je zegt van, nou ja, blijkbaar tot nu toe wat we hebben ondernomen helpt niet. Landen raken nog steeds, hebben ze hulp nodig. Er zou nog iets meer moeten gebeuren. Is die tijd dan nu niet aangebroken? Wij doen op dit moment echt alles wat we kunnen. Het is niet makkelijk om het vertrouwen, als dat eenmaal verloren is in een bepaalde landen, om dat te herwinnen op de financiële markten. Nederland heeft verschrikkelijk veel vertrouwen en Duitsland. Maar een aantal landen hebben dat vertrouwen verloren. Zoals Griekenland. Die heeft het meeste van alle landen het vertrouwen verloren. Daar is ook reden toe. De afgelopen 15 jaar is er verschrikkelijk veel misgegaan in Griekenland. En iets wat in 15 jaar in de eurozone qua regels... en in Griekenland meer specifiek qua beleid is misgegaan... kun je niet in een paar maanden repareren. Dus we zitten er bovenop. Er moet verschrikkelijk veel gebeuren. De risico's zijn inderdaad groot. Het is in ons allerbelang. En dat is ook de reden waarom wij dus met z'n allen... alle eurozone-landen ook zoveel bezig zijn met die crisis te bestrijden. Maar als ik u zo hoor, dan denk ik... nou, die heeft al lang het vertrouwen in Griekenland verloren. U heeft eigenlijk al afscheid misschien genomen van Griekenland. Nee. Wij nemen geen afscheid van een land... wat zegt en ook doet wat het moet doen. Een land wat volledig achter de euro blijft staan... en ook de maatregelen neemt die noodzakelijk zijn... die is natuurlijk altijd welkom. Maar landen moeten wel zich houden aan de regels. Aan de spelregels. En die zijn een stuk strenger gemaakt nu. Daar moet je je wel aan houden. En we hebben ook een handhavingsapparaat er nu voor. Voor landen die steunvragen worden onder curatele gesteld. Zelfs met het IMF erbij.
En de andere landen worden allemaal nu door een veel strengere eurocommissaris gemonitord. Maar we hebben daar 17 juni verkiezingen in Griekenland. De peilingen wijzen uit, de linksradicale partij die eigenlijk niks voelt om zich aan die regels die zijn opgesteld door Europa, om die na te volgen. Nou ja, dan is de conclusie toch helder, lijkt mij. Als u net zegt, als landen die zich niet aan de regels houden, ja, daar houdt het dan voor op. Nou, ik ga ervan uit dat landen zich aan de regels houden. Zo moet ik dat even nu nog doen. Mm-hmm. Ik bedoel, er zijn nog verkiezingen. Verkiezingsuitslag is er. Dus zolang er nog geen uitslag is, moet ik er nog van uitgaan dat Griekenland doet wat het beloofd heeft. Want het heeft het beloofd. Na de verkiezingsdatum, als het zo is dat die partij aan de macht komt of een meerderheid haalt met eventueel gelijkgezinde partijen. En ja, dan ontstaat er een situatie die we dan met elkaar moeten bespreken. Maar voor mij staat één ding voorop. Er is maar één route, één uitweg voor Griekenland uit deze crisis. En dat is ontzettend hard hervormen en bezuinigen. Dat zal moeten. Griekenland heeft 15 jaar te veel op de pof geleefd, heeft te veel uitgegeven. Zijn concurrentiekracht is niet op orde. En dan moeten ze dus echt, dat zijn moeilijke maatregelen, dat zijn pijnlijke maatregelen. Ook voor de mensen in Griekenland zelf. Maar ze moeten het doen en dan is het uiteindelijk ook voor de Grieken zelf beter. Maar als ze daar nou niet aan voldoen, heeft u al een noodscenario klaar? Voor als de Grieken toch zeggen, nou, dankjewel Europa, maar wij doen hier niet meer aan mee? Ja, daar kan ik, dat begrijpt u, geen commentaar op geven. Hoezo niet? Er zijn al, dat is toch, wij zitten daar ook voor geld in. Heel Europa zit er voor geld in. Ik ben wel eigenlijk benieuwd, en met mij denk ik heel veel meer mensen, die wel willen weten van wat voor maatregelen worden er eigenlijk genomen door de Nederlandse regering, mochten de Grieken uit de euro stappen. Ja, maar als dat nou negatieve effecten kan hebben, als wij iedere keer gaan zeggen wat zou er gebeuren als dit gebeurt, of iets heel ernstigs gebeurt. Als ik dat ga voorspellen op de televisie, kan dat weer hele negatieve effecten hebben. In algemene zin, zonder echt op welke manier dan ook te refereren aan een enkel geval of een enkel land, kunt u er natuurlijk altijd van uitgaan dat iedere minister van Financiën zich voorbereidt op mogelijke en zelfs bijna ondenkbare scenario's. En daarmee ook aan scenarioplanning doet. Dat is altijd noodzakelijk. Dus u heeft hem in de la liggen voor Griekenland? Nee, nogmaals, ik ga geen specifieke referenties geven. Daar ben ik wat voorzichtig in. En u was afgelopen weekend, is er voor 100 miljard noodhulp eigenlijk naar Spanje gegaan. Kunt u daar wat meer over vertellen? Waarom was het dit weekend zo nodig en waarom ook zo'n groot bedrag? Het is belangrijk om de financiële markten. Op dit moment zie je dat ze toch weer in onrust zijn. Ook bijvoorbeeld bij de naderende Griekse verkiezingen, waarvan we de uitkomst niet weten, was het belangrijk om te laten zien aan de rest van de wereld dat die brandgang die we hebben gecreëerd via dat noodfonds, om te voorkomen dat die brand in Griekenland uitslaat naar andere landen in Zuid-Europa, dat we die ook bereid zijn om die te trekken. Nou, de markten gaven heel duidelijk aan. Spaanse banken zijn niet voldoende gecapitaliseerd. Dus er zit niet voldoende vet op de botten, zou je kunnen zeggen, of vlees op de botten. En dat is belangrijk om ze toch, ja, ook in mindere tijden, dat ze stabiel blijven, die Spaanse banken. En is dat geld wat dan nu gegeven is voor die herkapitalisatie van die banken voor Spanje, is dat genoeg, denkt u? Nou, er is al zelfs nog geen formele aanvraag, nee, natuurlijk. Maar dus er moet nog maar er moet allemaal worden geregeld. U heeft afgelopen weekend ook, u zei, u heeft daar contact ook over gehad. Absoluut. Op zaterdag, zelfs tijdens de voetbalwedstrijd ook, hebben wij daarover met z'n allen vergaderd als ministers van Financiën. Want de situatie is zeker urgent. Dat is ook de reden waarom we met die verklaring naar buiten zijn gekomen. Dus nu gaat het proces beginnen dat Spanje die aanvraag doet. En dat dan moet voldaan worden aan een hele reeks strenge voorwaarden. En het IMF kijkt daar ook mee voor het krijgen van die steun voor banken. En uit welk fonds gaat dat betaald worden, mocht die aanvragen zijn? Uit het noodfonds. En we hebben natuurlijk zo'n tijdelijk noodfonds nu nog. En vanaf juli begint het permanente noodfonds. We hebben in zijn algemeenheid altijd een voorkeur voor het permanente noodfonds. Want daar is Nederland relatief minder geld aan kwijt. Voor iedere euro die je leent, hoeven we minder garanties te geven voor dat permanente noodfonds. Ten opzichte van dat tijdelijke noodfonds, wat een paar jaar geleden is ingesteld. Dus wij hebben een voorkeur voor dat permanente noodfonds. Maar het is natuurlijk nog niet zeker of dat allemaal klaar is. Want dat is nu nog niet beschikbaar, dus dat moet wel beschikbaar zijn. Voor hoeveel staat de Nederlandse belastingbetaler garant? Wij hebben zo rond 6% van datgene wat wordt uitgeleend aan landen, staan wij ongeveer, zo rond de 6% staan wij garant. Zien we dat nog terug?
Ja, daar ga je altijd vanuit. Maar er zijn risico's natuurlijk. Dus ik heb er altijd bij gezegd, ja, je moet er vanuit gaan. Hoeveel procent geeft u? Premier Rutte zei 95 tot 100. Durft u die 100% te geven? Nee, 100% zekerheid kun je nooit geven. Ik heb altijd ook in de Kamer, ook toen het over Griekenland ging, wordt altijd gezegd, ja, de jager zei, het komt altijd terug. Ik zei, nee, je gaat ervan uit. Als je als overheden aan elkaar leent, moet je ervan uitgaan dat het netjes wordt terugbetaald. Ja, maar ik moet helaas afronden. Ja, nee, maar dan knipt u weer opnieuw. De komma is belangrijk, maar er zijn hele grote risico's. Alleen het risico van niks doen is groter dan het risico op wanbetaling, wat er ook natuurlijk altijd is. Oké, nou, dank u wel voor dit gesprek. Ja, dit was het gesprek. Helaas zijn we alweer klaar. Het gesprek met minister De Jager van Financiën. Dank u wel en tot volgende week.